Het slagingspercentage van het VWO kent dit jaar een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Terwijl bij het HAVO er een toename is van ongeveer 1%. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt bekend dat bij het VWO ruim 81% van de examenkandidaten direct geslaagd is. De scholengemeenschap Nikeri heeft zelf 100% geslaagden. Op de HAVO-scholen stijgt het slagingspercentage dit jaar naar 73%. In totaal hebben landelijk 2.485 leerlingen deelgenomen aan het examen, waarvan 1.948 direct zijn geslaagd en 537 leerlingen zijn afgewezen. De resultaten kunnen nog veranderen na de uitslag van de herexamens.